boek heb ik gekocht en gekregen deze maand? Dat zie je in de boekhaul van mij. Ik moet alvast eventjes erbij zeggen dat ik misschien een heel klein beetje veel boeken heb om te laten zien vandaag. Dus ik ga er zo snel mogelijk doorheen, want ik onder die 10 minuten ongeveer wil zitten. En als ik alles heel langzaam ga vertellen en waar de boeken over gaan, dan duurt hij een half uur. Dus ik ga er nu heel snel mee beginnen. Een boek dat ik ruilde op de Young Adult 010, of een boek dat ik ervoor terugkreeg, was De Taal der Spreuken, geschreven door Blake Shelton van Lighting Fantasy. En ook ruilde ik voor het boek It Girl van Katie Birchall. Dat is van JP Books. Dit boek had ik al een paar keer gezien op Instagram en wilde ik eigenlijk door de cover hebben. En op Young Adult 010 was ook de Donner aanwezig. Daar stond ik naast met mijn boeken. En dat was heel erg slim, want ik wilde nog een paar boeken hebben. En eentje daarvan heb ik gekocht, De Voordelen van Onbeantwoorde Liefde van Becky Albertelli, uitgegeven door Blossom Books. En ik ruilde voor nog twee boeken. Onder andere Emily Lestrange, of Emily The Strange, Verloren Tijd van Manteau. Ik was vroeger een hele grote fan van Emily Lestrange en ik had er echt veel verschillende dingen van die ik bij Larks.nl bestelde. En ik ruilde voor dit boek Geestenkrijger van Linda Dielemans. Het boek is uitgegeven door Moon. Ik ken het eerlijk gezegd niet, maar de cover sprak mij meteen al heel erg aan. En de achterkant ook erg mooi. Dus hier ben ik echt heel erg benieuwd naar. Ja, dit boek was overal uitverkocht. Het was voor een actie, voor volgens mij was het in één dag of één weekend verkrijgbaar. En ik had toen geen tijd om naar de winkel te gaan. Het gaat om een boekje van Thomas Oldeheuvel, de verhalenbundel Om Nooit te Vergeten. En dat was dus overal uitverkocht en toen appte David mij, de vriend van Thomas. En die kon er nog eentje voor me regelen, dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En als recensie-exemplaar kreeg ik Het Zusje van Louise Jensen. Er staat hier op de vlog, ik heb iets verschrikkelijks gedaan. Is uitgegeven bij AB Bruna. En vorige maand mocht ik natuurlijk al een exemplaar weggeven. Nu heb ik zelf een exemplaar. YA Summer Camp 2016 verhalenbundel van Storm Publishers van het YA Summer Camp. Ik had al gezegd dat er heel vaak boeken van de Lunar Chronicles voorbij zouden komen. En deze maand is Nirvana uitgekomen. En dit is geschreven natuurlijk door Mercy Meyer en uitgegeven bij Blossom Books. Op het YA evenement in boekhandel Haasbeek kocht ik N22 van Joyce Roelen. En dit is uitgegeven bij Godijn Publishing. En ik kocht de YA verhalenbundel Magisch, geschreven door Eva Moraal, Jan Minkman, Vanessa Gerrits, Marijke F. Jansen, Rianne Wering, Deborah Elisabeth, Marcia Schoonakker, Daniela Dijkstra en Isabel Peters. En ik heb hem al gelezen, want ik mocht hem corrigeren. En ik vond hem echt heel erg tof. En dit is een Young Adult paranormaal verhalenbundel. En hij is door alle auteurs gesigneerd. In Haasbeek mocht ik ook een gratis boek uitkiezen voor €25. Dus ik koop voor de mooie Barnes & Noble Beauty and the Beast en Another Classic Fairy Tale. En ik vind hem echt gewoon prachtig. Ik bedoel, kijk nou. Zo mooi. Als recensie-exemplaar kreeg ik het boek In het Water van Paula Hawkins. De auteur van Het Meisje in de Trein. Volgens mij is eigenlijk een andere video Meisje van de Trein, maar het is Het Meisje in de Trein natuurlijk. Uitgegeven door AB Bruna. En ik kocht alvast twee boeken van Sarah J. Maas. De Glazen Troon deel 1. En Donkere Kronos deel 2. Allebei uitgegeven door de boekerij. En ik kreeg een present exemplaar van het boek dat ik gecorrigeerd heb. Of ik heb een pers klaargemaakt, dat weet ik niet meer. Maar dit is Stouter deel, volgens mij 4. Ik heb nou net deel 5 gedaan, dus nog niet uit. Onbetrouwbaar van Christina Lauren. Uitgegeven bij Xander Uitgevers. Oh, en er zouden natuurlijk twee auteurs waren. Christina Lauren is dus zijn vriendinnen Christina Hobbs en Lauren Billings. En sinds 2019 schrijven ze samen als Christina Lauren. Ik dacht echt dat één vrouw was. En ik kreeg nog een present exemplaar van Xander. Nina Simone, de biografie, geschreven door Anne Lai. Dit is het boek waar ik dus tot en met 3:50 s'nachts mee bezig was. Omdat er daarna nog een heel register kwam. En dat register, zeg maar, ziet er dus zo uit. Dat je het goed kan zien. En ze hadden allemaal namen en gebeurtenissen. En daar moest ik dan de paginanummers achter zetten. Dus alles moest opgezocht worden. Per pagina was ik een uur bezig. Dus van 12:00 s'nachts tot 3:50 s'nachts. Dat was een drama. Maar het boek is er. En dan kreeg ik nog een recensieboek. Het Vorige Meisje, geschreven door J.P. Delaney. Is een thriller uitgegeven door Cargo. En er staat hier alles wat van jou is, als eerst van haar. En het boek spreekt me heel erg aan. Dan heb ik nog een ruilboek. Dat is Chinoo, Strijd tegen de Tijd van Jonas Boets. Uitgegeven door Leopold. Een boek dat ik won in boekhandel Haasbeek is Falco en de Gestolen Stimpaas van Nienke Pol. Met dus een nieuwe cover. Gemaakt door Jan Minkman. Uitgegeven door Godijn Publishing. Ik kocht Op Mijn Schouders van Jennifer Nieven, uitgegeven door Moon. En ik kocht Donkerblauwe Woorden, geschreven door Kev Crowley, uitgegeven door Young & Awesome. En kreeg ik nog een recensie-exemplaar, wat ik niet aangevraagd, maar wilde ik wel heel graag hebben. Alleen maar omdat ik de cover heel erg mooi vond. De Vergiftigde Gave, geschreven door Melinda Salisbury, uitgegeven door Klavis. En ik bedoel, kijk deze cover, het is echt, kijk hoe mooi shiny. Het is
Oh, hij is zo mooi. Ik kreeg een recensie-exemplaar van het boek waar ik een campagne met een paar andere boekbloggers mee heb gedaan. En die loopt nog steeds. We hebben er een winactie mee gedaan. The Hate U Give van Angie Thomas, uitgegeven bij uitgeverij Moon. Ik kocht een boek van Jen Minkman, dat is nu uitgeschreven bij Dutch Venture Publishing. Back to School, een onmogelijke liefde. Ik heb hem al gelezen, echt een heel erg leuk boek. En het speelt zich dus af op school. En in de Celebrated Booksblog, oh hij is zwaar, zegt Sarah J. Maas Special, zat dus het derde deel, Hof van Vleugels en Verwoesting. En kijk hoe dik. Echt bizar. Dik, hij is 600 zoveel pagina's, 613 pagina's. De pletterende slot van de Hof van Doorns en Rozen serie, uitgegeven bij Best of YA. En hij is echt heel erg dik, maar wel echt heel erg mooi. Ben ik heel benieuwd naar, ik heb deel 1 en deel 2 natuurlijk al gelezen. En heel benieuwd naar deel 3, maar dat moet nog eventjes wachten, want ik heb eerst nog een paar recensie-exemplaren die ik ga lezen. Ja, ik heb even snel geteld, het is niet mijn record, het zijn 26 boeken, maar het zijn er wel genoeg denk ik voor één maand. En ik heb er een paar gekocht, maar de meeste geruild en de meeste gekregen als recensie-exemplaar. Op zich valt het nog best wel mee. Laat hieronder een reactie weten welke boeken jij deze maand gekocht en gekregen hebt. En geef natuurlijk een duimpje, omhoog als je de video leuk vond. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je meer video's wil zien. Ik zie je weer bij de volgende video. Doei doei!